heet u graag welkom op ons laatste webinar in dit voorjaar. En we hebben er drie gehad en we zijn nu aangeland bij het thema isoleren. Misschien hadden we daarmee moeten beginnen, maar het is zo uitgebreid en er is zoveel informatie bijgekomen dat deze het laatst gepland is. En omdat er zoveel mogelijk is, had ik hier ook de subtitel gegeven: Ziet u door de bomen het bos nog wel? Weet, want het wordt heel veel informatie, u kunt dit straks rustig nog een keer terugkijken via de pagina en de pdf, de presentatie zelf, kunt u ook downloaden, zodat u alle details nog een keer kunt nalezen op uw gemak op het moment dat u dat uitkomt. Ik wil het een beetje als volgt structureren. Ik wil eerst een klein stukje over de theorie hebben. Waarom, hoe werkt het nu eigenlijk, wat zijn warmteverliezen? En hoe drukken we dat uit? Zou je dit kunnen berekenen? Daarna ga ik kijken naar wat voor materialen hebben we allemaal ter beschikking om die warmteverliezen in de diverse delen van het huis te reduceren. En daarna ga ik nog wel dieper in op de toepassing, welke materialen op welke plek toe te passen. Met daarna nog een klein stukje van twee aparte onderwerpjes rondom bio en rondom natuur. Waarom doen we het? Onze gemeente Waalre heeft, en alle gemeentes in Nederland hebben dat moeten doen, die hebben een programma warmtetransitie moeten maken. En daar staat ook een duidelijk plan in dat we eigenlijk met z'n allen in 2050 van het gas af willen. Dat doen we gefaseerd. 2030 toch een behoorlijk deel al van het gas af. En dat begint natuurlijk met eerst zorgen dat je minder nodig hebt. En minder nodig hebben betekent isoleren. Nou, en hoe staat het er dan in de gemeente bij? Nou, als we kijken naar ons huizenbestand, en de 8.000 huizen, als ik het goed heb, dan is het gros nog steeds energielabel C of lager. Valt me eigenlijk behoorlijk tegen. We hebben maar een klein gedeelte van de huizen die energieniveau A of energielabel A hebben. En dat is ook de doelstelling van onze vereniging, om u met uw huizen allemaal te helpen om minimaal label A te halen. En ik moet zeggen dat in al die huizen, en we zijn nu intussen de 1000 leden gepasseerd, hebben we gezien dat dat ook haalbaar is. Een belangrijk deel waarlangs we die analyses doen is natuurlijk ons energieprofiel, de energieprofielscan, een 2 uur durend huistafelgesprek met huiskamergesprek, met daarna vooraf en naderhand een stukje rapportage. Daar is een belangrijke pagina, en ik weet dat u die details niet kunt lezen, maar daar zitten 4 hoofdstukjes in en die gaan over de gevelisolatie, de dakisolatie, de vloerisolatie en uw ruiten. En daarlangs verliezen wij heel veel warmte. Dat is natuurlijk nooit tot nul te reduceren. We zullen op zijn tijd ons huis moeten opwarmen als het buiten kouder is dan dat we het binnen willen hebben. En dat betekent per definitie dat er een warmtestroom is van binnen naar buiten. Maar die wil je zo klein mogelijk halen. Dit prentje laat zien hoeveel dat ongeveer is. En het is best veel. Tot 30% via het dak, 30% via de muren, 20% door ramen en deuren. Dat zijn enorme getallen. En het heeft dus zin van die onderdelen heel kritisch te kijken en te zeggen, wat kan ik eraan doen om dat te reduceren? En dat is natuurlijk bij een modern huis, wat eigenlijk al gebouwd is naar de huidige standaarden, is het misschien niet eens meer nodig. Maar huizen uit de vorige eeuw, daar is het wel degelijk noodzakelijk. En de meeste huizen in dit dorp komen uit de vorige eeuw, tot zelfs voor 1950 en ouder. En daar is best een hele hoop mogelijk. Hoeveel warmte verliest u eigenlijk? Dat is het makkelijkst te zien aan warmtebeeld, met een warmtebeeldcamera. Hier ziet u zo'n prentje, een buitenopname. En dan ziet u dat er vrij veel warmte door de ruiten gaat. Hoe meer warmte er naar buiten gaat, hoe warmer het dus is aan de buitenkant van dat oppervlak, als we van buiten kijken, hoe lichter het is. En dan ziet u veel door de ramen, veel door de kozijnen. Ik dacht vroeger dat hout van een raamkozijn isoleerde. Nou, absoluut niet. Maar we zien ook in de constructie duidelijk warmte lekken. Onder de dakrand, de aansluiting van de erker op de muur. En we zien vlekken in de gevel zelf. Dat betekent dat daar mogelijk isolatie zit, maar dan heel slecht verdeeld, uitgezakt, wie zal het zeggen.
Op dezelfde manier kunnen we van binnen naar buiten kijken. En dan zien we duidelijk dat er heel veel kou binnenkomt aan de onderkant van deze deur bijvoorbeeld. Leden van Duurzaam Waarde kunnen deze warmtescan aanvragen. En nu heeft dat natuurlijk geen zin meer, al hadden we eergisteren weer nachtvorst. Maar eigenlijk begint dat weer in december, januari, februari. Dat zijn de beste maanden om dit soort opnames te maken. Beperkte verliezen. Nou, wat bepaalt de verliezen? Nou, dat zijn eigenlijk vier grote elementen. Eén is natuurlijk het warmteverschil tussen binnen en buiten. Zult u misschien zeggen, nou, daar kan ik niks aan doen, kom ik dadelijk op terug. Hoe groter dat warmteverschil, uiteraard, hoe groter die warmteverliezen. Een ander is de tijd. Hè? Gedurende welke tijd wilt u welke temperatuur in huis hebben? Naarmate u langer het huis van de 24 uur, meer uren het op 20 of 19 of 18 wil hebben, hoe groter de verliezen. Een ander belangrijk aspect is natuurlijk ook de grootte van het oppervlak. Hoe groter het huis, hoe groter het dak, hoe groter de wanden, des te meer warmte kunt u natuurlijk verliezen. Maar een hele belangrijke is de warmteweerstand van de constructie. De weerstand die de warmte ondervindt om van binnen naar buiten te gaan. En dat is zowel voor de gevel, voor het raam, voor het dak en voor de vloer. Maar wat kan ik daar dan aan doen? Wat zou ik kunnen doen? Ja, deze. Aan welke knoppen kunt u draaien? Wat kunt u beïnvloeden? Ze kunnen zeggen, die delta T kan ik niet zoveel aan doen. Jawel, stel het is, u wilt 20 graden hebben, buiten is het 0, dan heb ik dus die delta van 20. Maar als u zegt, nou, ik vind 18 graden ook een acceptabele temperatuur, dan heb ik dus een 10% lagere delta en daarmee eigenlijk ook 10% minder warmteverlies. Dat is natuurlijk toch wel best aardig. Hetzelfde, ja, het oppervlak van het huis, dat is een gegeven. Daar moeten we het mee doen. De tijdsduur, dat is een kwestie van programmeer uw thermostaat verstandig. Er zijn mensen die zeggen, nou, 's morgens als ik toch maar eventjes een half uurtje in huis ben, dan hoef ik dat hele huis niet op te warmen. Dus ik zet mijn thermostaat pas hoger op het moment dat ik thuis kom. En dat hebben we gezien. Nou, dan kun je meteen 10, 20, 30% winnen. De belangrijkste eigenlijk is de warmteweerstand van de hele constructie. En dat is die R-factor. Een twee keer zo grote R, dus een twee keer zo grote warmteweerstand, reduceert de warmteverliezen met de helft. En dan zeg je, ja, maar is dat dan wel realistisch? Oh. Nou, als we even naar deze tabel kijken, en dit is een tabel die ook in ons energiescanrapport zit, en ik kijk, en misschien kunt u het niet helemaal lezen, maar als ze nou de hele slide dan neerzetten, ja, heel goed, dan kunnen we het precies zien. En we kijken naar, wijze van spreken, een huis uit 1975, dan zie ik, en ik neem even de gevel en het dak, dan zie ik een gevel een R-waarde van 0,69, het dak een R-waarde van 1. Dat zijn eigenlijk maar hele lage getallen. En als ik nu kijk wat we nu vandaag de dag bouwen, dan zien we dat de gevel 6,5 als R-waarde heeft en het dak zelfs 7 als R-waarde heeft. Nou, dat zult u met een huis uit 1950 niet kunnen realiseren, maar u kunt een heleboel doen om, laat ik eens zeggen, minstens tot de helft van die waardes te kunnen komen. Dus zeg eens even 3 en 3,5. En dat is meteen 50% en meer reductie van warmteverliezen, afhankelijk van de grootte van het dak en de muren. Maar dat, we zagen ze net in de vorige figuur, dat pakt toch al 60% van je warmteverliezen. Als ik daar de helft afhaal, dan is dat meteen een heleboel. Dus die R-waarde, dat is eigenlijk de meest belangrijke, naast natuurlijk tijd, temperatuursverschil, dus de dingen die we eventjes schakelen onder het hoofdstukje gedrag. Waar staan die waarden voor? Ik ga dit nu niet allemaal voorlezen. Dat kunt u prima nalezen als u straks de zaak nog eens een keer in detail opnieuw bekijkt. Maar de R-waarde is dus een maat voor de warmteverlies door een deel van de constructie van een huis. Dus die R-waarde komt u ook tegen, en daarom benoem ik hem eventjes als het belangrijke. Die wordt gegeven als u isolatiematerialen koopt of als u met uw
aannemer of degene die de klus gaat uitvoeren, als u het niet zelf doet. Hè, u moet gaan kijken naar welke R-waarde heeft mijn materiaal. Dat vindt u op internet, dat staat in de specificaties. En hoe hoger die waarde, des te beter. Soms hebben ze het niet over een R-waarde, maar hebben ze het over een lambda-waarde. Nou, R is de dikte gedeeld door de lambda. De lambda is in wezen een maat voor een materiaal. SEC, de R-waarde, daar zit dus ook de dikte in. Dus naarmate een perplaat van 5 centimeter heeft een andere R-waarde dan een perplaat van 10 centimeter. De lambda is een per-eigenschap. Dat staat hier allemaal netjes uitgelegd. Dan hebben we het steeds over de RD-waarde. Nu is er nog een RC-waarde. Een RC-waarde is in wezen een waarde van een complete muur. En dat is dus de RD van de kalkzandsteen, plus een RD van een stukje lucht, plus de RD van de isolatielaag, plus de RD van de buitenmuur. Maar daar zitten ook weer correctiefactoren in. Dus die berekening is wat gecompliceerder. Nu wonen er in deze gemeente nogal wat mensen die technisch onderlegd zijn. Dat heeft simpelweg te maken met de industrie in onze omgeving. En er zullen dus best mensen zijn die zeggen, ja, maar ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd om dat zelf te kunnen berekenen. Nou, ik geef even 2 links naar mooie webpagina's. Er is de Dix, van een Dick nog wat. En meneer Dix die heeft een isolatiecalculator bedacht. Die kunt u op internet vinden. Dan kunt u met een enorme tabel de hele muur ingeven, wij spreken met zo dik van dat materiaal en dat stukje muur, zo dik dat materiaal. En die rekent dan netjes de RD-waardes en daarna de RC-waarde uit. En daarmee kunt u weer warmteverliezen berekenen. Wil u nog een stap verder gaan? Er is een hele mooie Duitse site, Ubacus, www.ubacus.de. En daar kunt u nog veel meer uitrekenen. Daar kunt u uiteindelijk uw hele huis modelleren. De vochtlijnen, condensatiepunten en al dat soort dingen moduleren. Maar dit is echt iets voor de fijnproevers. Daar vlieg ik dus even overheen. We gaan naar de materialen wat ik u beloofd had. Wat zijn er nu eigenlijk allemaal voor materialen om mee te isoleren? En dat is daar waar ik ook van zei, ziet u door de bomen het bos nog wel? Want er is ontzettend veel mogelijk. We hebben een cluster, dat noem ik de synthetische isolatiematerialen. Die zijn dus eigenlijk synthetisch, chemisch gemaakt. Vaak vanuit olie of gas. Geëxpandeerd polystyreen. We kennen allemaal de naam piepschuim. Maar in wezen is dat dus EPS. Nu kun je hetzelfde materiaal ook op een iets andere manier verwerken tot platen. En dan heet het geëxtrudeerd polystyreen. Ik geef de RD-waardes bij een dikte van 10 centimeter. Dat is even belangrijk. En dan ziet u dat u hier 3 en 2,8 als getallen hebt. Dus denk even na. Stel, u had een hele slechte muur, nog niet eens een spouw, enkelsteens muur. Plakt u daar 10 centimeter van dit materiaal tegenaan, dan hebt u dus al een RD-verhoging van 3 of 2,8. Dus dan zit hij eigenlijk al bijna op de helft van wat de huidige bouwnorm is. Dus u kunt daar best het een en het ander doen. Een nieuw, nieuw, is ook al heel lang op de markt. Een beter materiaal is PIR, polyisocyanuraat. Dat is een heel hard schuim, ook puur chemisch spul, maar zeer hoog isolerend, komt tot een RD van 4,5 bij 10 centimeter. Dit materiaal wordt heel veel gebruikt bij na-isolatie op daken. Ik kom daar later op terug. Mooi materiaal. Een ander volkomen synthetisch materiaal is een schuim. Ureumformaldehyde schuim. Ja, wat moet ik daar dan in godsnaam mee? Nou, dat schuim wordt meer en meer toegepast als na-isolatie in spouwmuren. En waarom zeg ik na-isolatie? Nou, we hebben natuurlijk in dit dorp ook heel veel huizen uit de jaren 70, 80, 90. Toen was het al verplicht om daar enigermate isolatie in aan te brengen. We hebben gezien op infrarood warmtebeeldcamera's dat bij huizen dat nog wel eens uit wil zakken, dat het niet meer netjes zit. Dat moet je dus eigenlijk ook dan vaststellen eerst. En daarna kun je die holle ruimtes die er zijn opvullen met dit schuim.
kom daar straks nog op terug. Dat noem ik even de cluster van synthetische materialen. Ik ga straks nog wel vertellen wanneer gebruiken we wat. Minerale materialen. Dat is dus niet chemisch, dat materiaal is er al. We bewerken het alleen in de zin dat het een andere vorm krijgt, zodat ik er isolatiemateriaal van kan maken. En dat is wol, glaswol en steenwol. Ook materialen die al heel lang bekend zijn. Veel worden toegepast. Het is glaswol, gemaakt van recycled glas. Dus in wezen zou je kunnen zeggen, dat maak je bijna op een manier zoals je op de kermis suikerspin kunt krijgen. Dus bij hoge temperatuur smelten, spinnen en dan krijg je dus een heel wollig materiaal. Suikerspin kent iedereen nog wel, denk ik. Op dezelfde manier steenwol, dat is een wat moeilijker proces om te maken. En ik vraag me eerlijk gezegd af hoe milieuvriendelijk dit materiaal is. Omdat er ook kooks bij komt kijken, omdat je basaltsteen tot hele hoge temperaturen moet smelten. Maar ook deze materialen, zeer veel toegepast, hebben een vergelijkbare isolatiewaarde als EPS en XPS 2,8 bij een dikte van 10 centimeter. Is het vaak verkrijgbaar als platen, is verkrijgbaar op rollen. Maar er is nog een hele categorie materialen. Het wordt dus steeds moeilijker om te kiezen, eerlijk gezegd. En ik noem dat materiaal even luchtkamers, want het materiaal is eigenlijk lucht. Want ook als ik hier terug ga, al die materialen zijn eigenlijk erop gebaseerd om een stilstaande lucht te creëren. Bij die geëxpandeerde en exudeerde schuimen is dat vast materiaal waar allemaal luchtcelletjes in zitten. Nu ga ik in wezen, we kennen het misschien wel als u ergens iets heel mooi, kostbaar, breekbaars koopt en wordt dat verpakt in bubbeltjes plastic. Nou, PIF is eigenlijk iets soortgelijks. Het is een polyethyleenfolie met allemaal luchtkussentjes ertussen. In rollen verkrijgbaar, op diverse diktes. Dus eigenlijk een heel pak luchtkamertjes. En bij 10 centimeter expandeert dat tot 4,5. Hoge, mooie isolatiewaarde. Hele grote luchtkamers, dat is een uitvinding van, ja, ik kan niet anders dan de firmanaam hier noemen. Firma Tonzon wordt heel veel gebruikt onder houten vloeren of betonnen vloeren. Daar tegenaan plakken, ook op rollen verkrijgbaar. Ook een hele mooie, hoge isolatiewaarde. Die PIF wordt op veel meer heeft veel meer toepassingen. Een hele andere categorie, nieuwe categorie, die ook een beetje steeds meer in de belangstelling komt, zijn in wezen de biologische materialen. En eigenlijk wisten de mensen dat eeuwen geleden al, want die maakten hele muren van leem met stro. En dat is ontzettend goed isolerend. Dat zijn we allemaal weer kwijt, dat zijn we al lang vergeten, maar het is echt heel mooi materiaal en het hoeft dus niet per se stroom te zijn. Maar ik kan net zo goed als ik steenwol en glaswol heb, wat ik bij hoge temperaturen moet maken. Dus waar je eigenlijk al, daar moet je al jaren in je muur hebben zitten. Ja, ik weet het niet precies, komen we straks op in het tabelletje. Maar dat duurt best een tijd eer je de energie die je daarmee wint, eer die... ik moet het anders zeggen. De energie om het te maken is behoorlijk hoog. Dat heeft ook een milieueffect. En het gebruiken compenseert dan wel weer de maakenergie die erin ging zitten. Dat heb ik dus niet bij katoen en wol en vlas, want dat is gewoon natuurlijk materiaal wat groeit. En er komen een aantal bewegingen, firma's die boeren nou en motiveren zijn om deze materialen weer te gaan gebouwen, omdat we ze heel hard nodig hebben in de verduurzaming van de wereld. Daarbij sla ik ook nog eens bij het maken van die materialen CO2 op. Dus van allerlei kanten zijn biobased isolatiematerialen eigenlijk heel gunstig om te gebruiken. En ook deze materialen hebben een isolatiewaarde die vergelijkbaar is in de buurt komt van glaswol en steenwol. Daarbij hebben er nog andere voordelen waar ik straks even op terug ga komen. Dus er is een enorme verzameling, een enorme mogelijkheid aan materialen om uw huis te verduurzamen. En ik heb bewust bij de beide slides
even gezegd, wat is de nieuwbouwwaarde? Wat zou je nu moeten doen als je nieuw bouwt? En dan kun je eigenlijk zien dat, laat ik zeggen, als ik in de buurt van de 3 kom, dat ik bijna altijd al de helft haal van wat ik nodig heb als ik nu nieuw zou bouwen. Met andere woorden, ook in een bestaand huis is er heel veel te doen, heel veel mogelijk om uw huis beter te isoleren. En als u op het internet gaat, dan ziet u ook hier zo'n prentje, isolatiematen, hier was de lambda-waardes gegeven, u vindt dat allemaal. Er zijn heel veel grote isolatiefirma's die dat soort gegevens allemaal ter beschikking stellen. Ik heb er zelf even de RD bijgezet bij 10 centimeter dikte. En dan ziet u ook weer, ik zit daar rond de 3, behalve Peer, die daar weer bovenuit stijgt. En daarom is dat ook zo'n gewild isolatiemateriaal op dit moment. Maar het gaat niet alleen om warmte. We hadden het over, ziet u door de bomen het bos nog wel. Een ander thema is geluidsisolatie. Daar hoor je eigenlijk heel weinig over. Bijna alle publicaties kijken alleen maar naar warmteisolatie. Maar, en dat is natuurlijk ook vanzelfsprekend, want we staan hier bij elkaar, we zitten hier bij elkaar, om te praten over energiebesparing. Maar er is ook nog zoiets als comfort. En dan speelt geluidsisolatie ook een rol. Als u langs een drukke weg woont, dan vindt u misschien ook wel fijn dat als u dan toch gaat isoleren, zou het mooi meegenomen zijn als ook de geluidsbelasting van buiten naar binnen een stukje minder wordt. En ik kan alleen maar zeggen, hou daar rekening mee bij de keuze van uw isolatiemateriaal. Geluid wordt geabsorbeerd door massa. Dat is even heel simpel kort door de bocht gezegd. En dan snapt u meteen dat als ik een PIR-plaatje neem of een PUR-plaatje neem, dat dat veel minder geluid zal absorberen, omdat het geen massa heeft, dan een plaat van steenwol die veel meer massa heeft. Dus neem dat mee. Neem dat mee in die overwegingen tussen welke isolatiematerialen u gaat kiezen. Afgezien van het feit wat is mogelijk. Want ik kan niet, je kunt natuurlijk niet altijd alles kiezen, maar het is belangrijk om het aspect geluidsisolatie mee te nemen in uw overwegingen richting warmteisolatie. Veel adviseurs zullen het daar niet over hebben. Als ik naar andere webinars zelf luister van commerciële partijen, dan komt dit thema eigenlijk nauwelijks ter sprake. Ik weet dat deze tabel niet te lezen is, het is weer iets voor puristen, maar het gaat even om de, zeg maar even, de weblink. Als u hem straks downloadt, kunt u dat beter lezen. En dan kunt u dus hier, gaat het over een heleboel verschillende isolatiematerialen, waarbij dus niet alleen de warmteweerstand gegeven wordt, maar de kilogram per kubieke meter, de klasse, hoeveel maanden het duurt eer ik de energie teruggewonnen heb die nodig was om het spul te maken, et cetera. Mogelijk interessant. Ik ga weer eventjes nu terug naar die indeling. We gaan kijken naar de diverse onderdelen van onze schil. Muurisolatie. Wat vragen wij dan? Als wij bij u thuis zitten voor een energieprofiel en we gaan het over het stukje muur hebben, dan moet je natuurlijk eerst weten, wat voor muur is het? En ja, ik geloof niet dat ik dat nu in de slides heb, maar als u het ook zelf niet weet, weet dat u heel gemakkelijk de detailtekeningen van uw huis kunt opvragen bij de gemeente. Een simpel mailtje naar, ik dacht, info@gemeente.nl. Of waalo.gemeente.nl, misschien kom ik het dadelijk nog tegen. Het staat in ons energiedocument. Dan krijgt u een link naar een database, een SharePoint, waar al uw tekeningen staan opgeslagen. Want het is natuurlijk enorm belangrijk om te weten, is het een enkelsteensmuur, of misschien zelfs een halfsteensmuur? Is het een spouwmuur? Hoe breed is de spouw? Zit er al wat in? Ja dan nee?
Dat zijn dingen die wij willen weten als energiegidsen, voordat we kunnen zeggen, wat is voor u een optie om te gaan toepassen? Welke materialen zijn mogelijk om toe te passen bij het isoleren van uw gevels? Stel, er is geen spouw, dan wordt het een extra isolatielaag. En u de keuze, binnenzijde, buitenzijde. Binnenzijde zal doorgaans betekenen een hout skelet maken met allemaal rechels, wat ik verder kan opvullen met, en dan is het weer wat u wil. Synthetisch, biologisch, platen is doorgaans het gemakkelijkste en dat wordt weer afgewerkt met een gipsplaat. Ik ben dat ook tegengekomen bij een van de huizen waar ik zelf als energiegids binnen ben geweest. En eigenlijk, als ik dit nog doortrek, maar daar komen we straks ook op terug, bij een stukje discussie over de spouw, dan kun je zeggen, waarom zou je dan überhaupt nog met een spouw bouwen? Ik had het over de binnenkant. Buitenkant kan dus ook, kan ook helemaal bekleed worden met isolatieplaten. Dan zijn het meestal synthetische isolatieplaten, omdat die heel stevig zijn. En die kunnen oftewel weer afgedekt worden door sierstrips of met een stukje gaas kan het helemaal gestuukt worden. En dan zie je er helemaal niks meer van. En dan kan ik daar 10 of 15 centimeter per tegenaan zetten. En dan haal ik zelfs de isolatiewaarden van de huidige bouwnorm. Heb ik een lege spouw en er zit niets in, dan heb ik diverse mogelijkheden. Maar in mijn bullet points zeg ik heel duidelijk, eerst altijd inspecteren. Laat een van de mensen waar u offertes aanvraagt, laat die eerst komen. Die moeten netjes op diverse plaatsen in uw huis een gaatje boren met een cameraatje naar binnen en kijken wat is de staat van de spouw. Daarmee heb ik meteen heel goed de diepte van de spouw bepaald, maar ik wil ook weten of die helemaal netjes schoon is, of dat daar rommel in zit, etc. En wat kun je er dan mee doen? Ik kan hem met korrels vullen. Ik kan hem met schuim vullen, ik kan hem met vlokken vullen. Wordt allemaal ingeblazen. Het zijn diverse opties. Ik ga daar hier in deze webinar geen extreme voorkeur voor uitspreken, want dat is iets tussen u en de leverancier. Maar het is allemaal mogelijk. Is de spouw al geïsoleerd, dan wordt het wat kritischer, want A is het dan de vraag, hoe goed is die geïsoleerd? Stel, je hebt een 7 centimeter spouw en er zit nog heel mooi, goede kwaliteit, 5 centimeter glaswol in. Dan is het nauwelijks de investering waard om die 2 centimeter nog proberen vol te krijgen. Afgezien van het feit dat dat waarschijnlijk niet eens gaat lukken. Maar heb ik een 7 centimeter spouw en de boel is uitgezakt, er zit nog maar heel weinig glaswol in, dan is het wel degelijk na te vullen. En dan ben ik eigenlijk zelf vrij simpel. En u ziet hier zelfs een stukje van mijn eigen vensterbank. Ik heb hem vol laten schuimen. En het grote voordeel van expanderend schuim is dat het eerst als vloeistof een beetje erin loopt en dan zich tot schuim expandeert zonder gekke gassen. Het is helemaal een watergedragen systeem. En het vult dus alle kieren op. Dus alle kieren tussen kozijnen en muur, et cetera, worden keurig dichtgemaakt. Een manier van isoleren die de laatste 5 jaar, denk ik, heel sterk in opkomst is gekomen. Wat zit er al? Oh ja, hier was het, ik had het er toch ingezet. Ik zei het al, het is natuurlijk belangrijk om te weten hoe de muur eruit ziet. Dit prentje laat zien wat gemiddeld genomen de muren zijn die wij tegenkomen. Als ik kijk in de wijk waar ik zelf woon, in Ekerode, dan zijn daar huizen, heel veel huizen, zo 1970, 1980. Nou, die hebben doorsnee een spouw van 7 centimeter en daar zit wat glaswol in. Veel mensen hebben het daar laten na-isoleren. Ik ken het, weet het iets minder van de wijken hier in Waalre, maar ook daar, als we praten over huizen de 70, 80er jaren, dan is dat bijna altijd
Ik hoop een 60 mm spouw, zelden een 40 mm spouw. Maar zo mooi, als ik daar even kijk naar het staatje 1988, 60 mm spouw, dat daar zo prachtig nog 4 tot 5 centimeter glaswol in zit, dat zou je inderdaad iedereen wensen, maar afhankelijk van de kwaliteit van de aannemer, et cetera, laat het inspecteren. In veel gevallen is dat minder. Dus bouwtekeningen eenvoudig op te vragen bij gemeente@waalre.nl. Vraag ook naar de detailtekeningen. Zet erbij in uw mailtje ten behoeve van verduurzaming. En dan krijgt u een mooi linkje naar een SharePoint van de gemeente. En dan kunt u de bouwtekeningen downloaden. Nu komen wij nogal wat fabels en wij komen nogal wat mensen tegen die zeggen, ja, maar durf ik dat wel, die spouwmuur isoleren? Want die spouw die zat er toch niet voor niks. Mag ik die wel volduwen? En ik heb ook in mijn kenniskring mensen die zeggen, nooit en te nimmer volduwen. Vooral niet doen, want die spouw die moet het vocht kunnen afvoeren. Ja, die moet vocht kunnen afvoeren, maar hoeveel is dat dan? En het blijkt dat dat eigenlijk verwaarloosbaar is. TU Delft heeft daar, ja, dat is nu alweer een jaar of 8 bijna geleden, maar hebben daar uitgebreid onderzoek naar gedaan, naar die spouwen. En die zijn dus ook dit tegengekomen. Een spouwmuur isoleren is zeer effectief, is niet eens zo vreselijk duur, maar het is een heel omstreden onderwerp. Niemand zou dat durven doen als het niet kwalitatief goed was. En er is in Nederland een keurig systeem opgetuigd om alle isoleerfirma's die dit doen netjes te controleren. Daar zijn normen voor, dat is de ICOP en de mensen worden gecontroleerd. Dus als dit vreubelwerk zou zijn, dan was deze manier van isoleren allang verdwenen. En ik pak uit die hele studie 2 puntjes. Feit of fabel, of fabel of feit. Moeten spouwmuren kunnen ademen? Nou, ook mijn standpunt, maar deze studie geeft dat ook aan. Het is onzin om te denken dat het vocht wat u in huis hebt, dat dat via het binnenblad, door de spouw en dan nog eens via het buitenblad naar buiten moet. Dat is de grootste onzin ooit. Het vochtgehalte in huis moet je beheersen door ventilatie. Dat gaat echt niet door al die muren heen. En dan, ja, maar die steen die wordt hartstikke nat als het buiten regent. En we hebben nogal wat regen gehad. Dat klopt. En daarvoor is een spouw, als die muur doorslaat, maar 95% van het vocht wat in dat buitenblad zit, gaat ook weer gewoon door verdamping door dat buitenblad weer netjes naar buiten. En er is maar een heel klein beetje wat aan de binnenkant als druppels blijft hangen. En dat zou netjes naar beneden kunnen zakken en dan door de stootvoegjes naar buiten. Maar ook dat is verwaarloosbaar. Deze studie zegt niet meer dan 2%. 98% van het vocht gaat gewoon naar buiten. Hebt u nou een heel poreuze muur en bent u bang dat dat bij u speelt? Hele oude stenen, poreuze stenen, wat dan ook, zou mijn advies zijn, laat ze impregneren. Maak ze waterafstotend. Ook geen vreselijk dure activiteit. En een droge steen isoleert alweer stukken beter dan een natte steen. Dus dan zeg ik, ga ik die spouw die we hier zagen, ga ik die spouw volspuiten. En dat buitenblad zou zeer poreus zijn, dan zou ik dat zelf altijd combineren met een impregneren van dat blad aan de buitenzijde. Spouwmuur noodzakelijk. Nou, ik heb het eigenlijk al gezegd. De droging van dat buitenspouwblad gebeurt via de buitengevel en niet via de spouw. Dus het kan gewoon. Dus een geventileerde spouw is niet nodig. En dan zeggen ze wel, behalve. En daar komt het punt dat zo gauw je zegt, ik wil mijn spouw volgespoten hebben, volgeschuimd hebben, dat er een heleboel isoleerbedrijven zeggen, die zeggen, ik wil het graag doen, maar ik geef geen garantie. En dat heeft te maken met dat behalve. Als die steen heel poreus is, heb ik net gezegd, laat hem impregneren.
Als het voegwerk heel slecht is, ja, dan, hè, dat zou dan door kunnen slaan, dat vocht door het voegwerk toch weer naar het binnenblad komt. Een harde is een damprennend afgewerkt buitenblad. En wat bedoel ik daarmee? Stel, en wie hebben we hier in dit dorp? Een heleboel mooi wit geschilderde huizen. Nou, een isolatiefirma zal meteen vragen, is die witte laag damp open of damdicht? Nou, wie weet dat nog als dat huis al 20 jaar wit is en misschien al 2 keer overgeschilderd is? Mijn statement is dan, als die damp dicht is, dan wordt die steen ook niet nat. Want dat vocht komt niet eens in die steen. Dan neem je dus een risico. De firma zal zeggen, ik geef geen garantie. Dan is het aan u om te zeggen, durft u het aan of niet. En wat ik doe in mijn gesprekken met mensen met witte huizen is, dat ik alleen maar kan zeggen, ik heb het zelf gedaan. Ik heb het risico genomen, wit huis, 2 keer geschilderd. Ik heb het van binnen vol laten spuiten met foam. Mag ik zeggen, het kan. Ieder moet zijn eigen risico's nemen. Maar de firma's die ik gesproken heb, hebben mij wel gezegd, wij hebben nog nooit problemen gezien. Is dat een verkooppraatje? Weet ik niet. Ik probeer het gewoon op basis van gezond verstand te beredeneren. En met deze Delft-studie en met die getallen heb ik het aangedurfd. Beschikbare materialen voor een spouw. Zoals ik het al zei, dat expanderende schuim. We hebben de polystyreenbolletjes. En we hebben ook steenwol of glaswol vlokken. Ook die worden ingeblazen, sluiten de boel heel mooi af. Ik kom het weinig tegen, maar het is een beproefde methode die uitstekend werkt. En ze hebben alle drie min of meer dezelfde isolatiewaarde. Maar het enige verschil is in wezen dat dat formaldehyde schuim zet uit. En duw dus in wezen restjes gladwol nog redelijk plat. Dus dan is dat effectiever. Dus schuim vind ik aan te raden als er al het een en ander in die spouw zit. Als die spouw leeg is, dan zijn parels en vlokken ook zeer uitstekend. Zover even de gevel. Gaan we naar het volgende hoofdstukje in onze energiescan, raamisolatie. Wat vragen we daar? Wij vragen de mensen, weet u eigenlijk wat voor glas u hebt? Nou, als mensen nog ruiten met enkel glas hebben, dan weten ze meestal wel. Nou, bij glas krijg je eigenlijk altijd de U-waarde, lekker vervangend. Dus in de tabel heb ik er even de R-waarde achtergezet. En dat is een R-waarde van enkel glas 0,4. Ja, dat is bijna niks. Dus dan kun je eigenlijk zeggen vanuit warmtetransmissie, zo lek als een mandje. Huizen uit 1980, 1990. Wij hebben dubbel glas, zeggen die mensen. Ja, maar dat is dubbel glas. Het beroemde thermopane uit de jaren 80, 90 heeft ook maar een RD van 0,5. En ik moet al naar het moderne glas, en dan praat ik over wat we nu gebruiken veel, de HR dubbel plus, spouw van 15 mm, edelgasvulling, vaak nog een warmtecoating, dan kom ik eigenlijk ook nog maar aan een R van 1 als het goed is, 0,8 tot 1, maar dat is al een stuk beter. En dan, als ik daar dus naar kijk, ik ga even een stukje verder, even hier, heeft dat dus zin om oud dubbelglas, het oude thermopane, te vervangen voor HR dubbel plus? Ja, wel degelijk, want dan gaat die van een U van 2,8 naar een U van 1,1. Als ik overdrijf, dan is dat dus 3 keer beter. Niet helemaal, dus niet helemaal waar. Maar dit heeft dus wel degelijk zin. En, ik kom er eventjes bij het stukje comfort. U zult het merken, want het levert echt veel comfort op. Hoe kom ik daarachter? Heb ik nu nog het oude HR of heb ik HR dubbel plus? Je kunt kijken of je het kunt vinden door een code die ergens op dat aluminium stripje zit binnen in het glas. Of je kunt een aansteker of een lucifer bij het glas houden. 4 vlakken als ik dubbel glas heb.
het binnenglas, voor- en achterkant, buitenglas, voor- en achterkant. Als daar een coating op zit, en bij het HR Double Plus zit daar een coating op, dan heeft dus het tweede en of het derde vlammetje een andere kleur. En dan weet u dat u te maken hebt met HR Double Plus glas. Hier lieten we dat dus al zien. U ziet hoe groot het verschil is. Enkel glas, als het buiten 0 graden is, dan is de binnenkant van enkel glas maar 5,5 graden. Dus als het buiten zeg maar eens eventjes min 10 zou zijn, dan is die binnen van dat binnenkant van het enkel glas ook onder 0. En ik denk dat er zullen best nog mensen zijn, laat ik het zo zeggen, die zich uit hun kuntertijd kunnen herinneren dat je dan prachtige ijsfiguren aan de binnenkant van je glas hebt. Ik weet niet hoeveel mensen dat nog weten, maar mensen van mijn generatie moeten dat zeker nog weten. Want toen hadden we niet anders. Dan ga ik naar het oude thermopeen, dan is het bij 0 graden 13 graden aan de binnenkant. Daar gaat beslist condensatie tegen optreden. HR dubbel plus 17. Wil ik het echt goed doen, maar dat wordt echt kostbaarder, maar ik krijg ook aanzienlijk meer subsidie. Trippelglas, U van 0,6. Ik heb 4 jaar geleden, misschien intussen 5 jaar geleden, al mijn glas laten vervangen beneden. Dat was toen HR dubbel plus. Met de kennis van nu zou ik waarschijnlijk een aantal ruiten waar geen bewegende delen in zitten, toch HR triple, of dus trippelglas hebben genomen. En dan kom ik ook weer om een tweede punt. Dan gaat het niet alleen om die U-waarde, maar trippelglas is ook aanzienlijk beter wat betreft geluidsisolatie. Worden ze een stuk rustiger in de kamer. Maar dan moet je ervoor over hebben en het moet mogelijk zijn om de kozijnen aan te passen. Laatste innovatie, we zijn natuurlijk als vereniging ook altijd op zoek naar wat is nu eigenlijk het nieuwste op dit terrein. De laatste innovatie is, en hoe is er misschien ook een jaar of 4, monumentenglas. Oftewel vacuümglas. En eigenlijk is er maar 1 grote leverancier en dan praten we over Bengglas. Dat zijn dus ook 2 glasplaatjes. Kijk even hier op het onderste figuurtje. Ja, dan ziet u dus het HR dubbel plus, het triple. En dan zien we Bengglas. 2 glasplaten met eigenlijk maar een hele kleine spouw ertussen. Maar die is vacuüm. Of nagenoeg vacuüm. Ik weet niet hoe groot wat het vacuümgetal is. Maar het is praktisch vacuüm. Betekent dat die 2 platen tegen elkaar zouden klappen als het vacuüm is. Dus daar zitten minuscule kleine glasbolletjes tussen, maar die zijn zo klein dat je ze niet ziet. En dan heb je dus eigenlijk met een maximale dikte van, nou laten we zeggen, 8 mm, hooguit 1 centimeter, heb je ontzettend goed isolerend glas. U-waarde van 0,4. Als u dat wil, stel u hebt enorme glas, waar je zou eigenlijk triple willen, maar dat past weer helemaal niet in de kozijnen. Dan is Bengglas een fantastische oplossing, want het past weer in een gewoon kozijn. En ik zit te wachten op het moment dat al die grote schuifdeuren met geïsoleerde kozijnen, die gruwelijk zwaar zijn omdat er van die enorm zwaar glas in moet, dat dat vervangen gaat worden door Bengglas, want dan hoeft ook dat hele kozijn niet zo ontzettend zwaar en kolossaal uitgevoerd te worden. Zover glas. Een heleboel mogelijk. Ik kom gelukkig in mijn scan ook steeds weer mensen tegen. Laatst weer iemand, ik was er geweest, 4 maanden later. Jan, we hebben die grote voorruit al vervangen en het is een stuk comfortabeler in huis. We hebben daar die kouval niet meer. Het is echt de moeite waard. Vloerisolatie. Moeilijker thema. Wat we daar vragen is ook bij onze scan, hoe ziet die vloer er eigenlijk uit? Is het nog hout met een kruipruimte? Kom ik bijvoorbeeld tegen hier in de Willy Brodeslaan. Of, in mijn wijk veel, beton direct gestort op een dun isolatielaagje op het zand. Of betonnen elementen met een kruipruimte eronder, of hout met een kruipruimte. Dat is bepalend voor wat mogelijk is. Als het puur op het zand is, beetje isolatie, geen kruipruimte, ja, dan kun je weinig doen. Tenzij je zegt, we zijn het huis zo grondig in renoveren, trekt er nieuw in, dan gaat misschien de hele vloer eruit. Omdat u heel graag van die convectorput af wil en die radiatoren af wil en eigenlijk vloerverwarming wil hebben, et cetera.
Kijk eerst even, heb je een kruipruimte? Een aantal opties, de folies, de luchtkussens eigenlijk, de verpakte lucht die ik onder er tegen kan plakken of tussen mijn houten balken kan plakken. Of platen er tegen lijmen, perplaten. Maar wat vaak gebeurt is ook schuim er tegenaan spuiten. Dat kan natuurlijk alleen maar als ik minstens 60 centimeter ruimte heb, anders wil zo'n bedrijf daar echt niet tussen kruipen. Is dat eigenlijk maar veel minder. Stel, ik heb maar 30, 40 centimeter. Dan kan er ook geprobeerd worden er isolerende korrels in te spuiten. Op zijn minst wordt dan de koude straling van het zand, van de vloer, tegengehouden door die korrels. Dat zijn dan eigenlijk korrels van een centimeter van, laat ik zeggen, een soort gebakken kleimateriaal. Maar ga ik echt opnieuw beginnen, dan zijn er ook weer twee opties. En bespreek dat met de aannemer, wat hij wil, wat vol. Ik kan in wezen zeggen, stel, de boel is helemaal leeg, hij is al dan niet extra uitgegraven. Ik kan beginnen met beton, waar bovenop isolatie komt, per of pur. Daarop de vloerverwarmingsbuizen met een deklaag. Of ik kan, en ik kom het allebei tegen in de bouw, of ik kan zeggen, ik ga eerst isolatieplaten leggen, dan de dikke beton, soms daar meteen de vloerverwarming in, en dan wordt er gevlinderd of er komt nog een gegoten afdeklaag op. Het is aan u wat u wil. Bespreek dat met de aannemer. Mijn eerste optie, dus eerst beton, dan isolatie en dan een dunne afwerklaag waarin de vloerverwarming zit, betekent dat ik een veel kortere reactietijd heb om een kamer warm te krijgen als die vloerverwarming aangaat. Want ik hoef alleen die deklaag te verwarmen. Daaronder zit de isolatie. Ik heb dus een snellere opwarming, ik heb een betere reactietijd. De andere optie is dat die enorme dikke 15 centimeter beton opgewarmd moet worden. Dat reageert niet snel. Dan kun je ook bijna zeggen, nachtverlaging vooral niet doen. Hou die boel constant en die blijft ook zeer constant. Kunt je voor kiezen, want het is een hele trage opwarming, maar als die op temperatuur is, blijft die daar ook. Ook hier weer innovaties. Waarom al die lagen gaan bouwen? Er bestaat ook zoiets als schuimbeton. Ga erop googlen, dan kom je er toch van alles tegen. Ik had er eigenlijk nauwelijks van gehoord. Bespaart ook flink, heb je wel een 50 centimeter nodig. Haal ik wel een RD-waarde van 4,5 tot 5 en ik ben in één keer klaar. Ik kan daar met klosjes op de goede hoogte een vloerverwarming bovenin inleggen. En het is zo dun, het niveleert heel mooi. Dus bij het uitgraven hoeft het niet allemaal perfect vlak te zijn. Dat kan wel degelijk voordelen hebben. Kom ik naar dakisolatie. Ook weer een verhaal apart. Heleboel opties, heleboel mogelijkheden. En dan is het natuurlijk belangrijk om te weten, hoe zit de dakconstructie in elkaar? En de meeste mensen weten wel, natuurlijk, ja, ik heb een plat dak, ik heb een pannendak. Maar zit daar nu aan de buitenkant nog iets op? Ja dan nee. En vaak is het afgetimmerd. En als het dan niet je eigen huis was, je bent er later in gekomen, dan weet je niet wat er onder die aftimmering zit. Dat is belangrijk om te weten van, wat kunt u daar nog aan doen? In hoeverre is het zinvol om dat verder te isoleren? Heel belangrijk is onderscheid maken tussen een warm dak en een koud dak. En dat heeft alles weer te maken met condens. Weer met vocht. Net zo goed als we in de spouw een heel verhaal hadden over vocht, wat wel of niet weg kan, et cetera, hebben we dat bij een dak ook. Want je zegt, ja, maar hoezo? Pannen houden de regen tegen, dus wat is vocht? Maar je hebt geen idee hoeveel vocht wij zelf als bewoners continu genereren. En dat zweeft allemaal in huis en moet ergens naartoe. Ventileren dus. Maar desondanks, er kan, vocht gaat ook naar de koude plekken. En het dak is doorgaans kouder dan beneden in de kamer. Dus we moeten voorkomen dat er zogenoemd koude condens optreedt, dat er koude bruggen zijn. Net zo goed als tegen een koude ruit vocht condenseert als het dak erg koud is.
moet natuurlijk geïsoleerd worden, maar dan moet ik zorgen dat er geen vocht tegen het hout gaat condenseren. Bij een plat dak, dat is het meest eenvoudige uit te leggen, een vaak gemaakte fout, nog steeds, is door isolatie onder het plafond aan te brengen, zoals dit tekeningetje laat zien. Als er vocht tussen de isolatie en het houten dakbeschot kan komen, dan is daar is het koud. Daar gaat het vocht condenseren. Ik heb het gehoord van iemand die had dit gedaan en er kwam vocht langs de muur naar beneden tussen de isolatieplaten. En het risico is dat dat hout gaat rotten. Dit is dus eigenlijk niet een goede manier om isolatie onder een plat dak te realiseren. Tenzij je daar die ruimte weer heel goed gaat ventileren, maar dan ben ik weer een deel van mijn isolatie kwijt. Dus dat is ook wel niet de bedoeling. Dus bij een plat dak, de beste manier is en blijft bovenop isoleren. Dus heb je een plat dak en die zegt, ja, daar zat al wat isolatie op, maar je vindt het onvoldoende. Zo gauw dat dakleer vervangen moet worden, of bijna vervangen moet worden, dakleer eraf, extra isolatie erop, dan nieuw dakleer erop. Enige manier om het echt goed te doen. Bij een hellend dak is dat eigenlijk niet anders, maar daar is het niet zo makkelijk om even te zeggen, ik doe het aan de buitenkant. Warm dak is doorgaans de beste optie. Ga nu kijken bij nieuwbouw, dan zetten ze een frame en dan komt er ook een kraan en die legt er 20 centimeter dikke purplaten bovenop. Dan kom ik aan die RD van 5 tot 6. Logische keuze, maar duur bij renovatie. Dan moeten alle pannen eraf. Het gebeurt. Ik kom huizen tegen die zeggen, nou, mijn dakbeschot is zo slecht. Ik kan beter helemaal opnieuw beginnen. Pannen eraf en nieuwe isolatie erop. Goeie. En dan neem je peer en geen peur, omdat ik die dikte niet heb. Anders moet ik veel te veel ophogen. En dan weer nieuwe pannen erop. Aan de binnenkant isoleren is toch bijna altijd, of is het meest eenvoudige, wordt ook het meeste gedaan. Maar, en daarom staat het hier in rood, er mag geen condensatie aan de binnenzijde optreden. Ontzettend belangrijk. Anders hebt u het risico, en misschien niet in de tijd dat u thuis woont, maar hebt u het risico dat er binnen, na 10 jaar, binnen 10 jaar, wie zal het zeggen, toch rotting optreedt in de gordingen of in de dakplaten en dan ben je nog veel verder van huis. Dus dan is het heel belangrijk om daar aan dat randje tussen de gordingen en de isolatieplaten een folie te plaatsen om te zorgen dat daar geen vocht in komt. En dan hangt het er weer heel erg vanaf wat zit er aan de buitenkant. In dit plaatje zien we daar eigenlijk gewoon op die gording een plank liggen. En op die plank liggen de panlatten en de pannen. Dus dat hout kan naar de buitenkant ademen. Dan is het risico minder groot, want als daar vocht zit, dat kan weg. Dat kan door dat hout weg naar buiten. Maar zit daar al een dun isolatielaagje op, dan wordt het moeilijk. Want dan is het hout, het dak eigenlijk aan de buitenkant dampdicht. Als er dan van binnen damp inkomt en dat zou condenseren op het koudste punt, dan kan dat nergens naartoe. Dus is het heel belangrijk om te zorgen dat ik voorkom dat er damp inkomt. En afhankelijk van de situatie moet ik wel zorgen dat, mocht er dan toch wat damp inkomen, dan moet ik in ieder geval zorgen dat het er in de zomertijd weer uit kan, zodat het weer helemaal droog wordt. En daar praten we dan over dampremmende folies, dampdichte folies, klimaatfolies. En welke van die folies u moet gebruiken, hangt dus heel sterk af van welk isolatiemateriaal u gebruikt. En daar moet degene die bij u die klus komt doen, zich verdomd goed over oriënteren. Verschillende soorten folies, met verschillende rollen. Ik ga het hier nu niet voorlezen, maar zorg dat u zich daar heel goed over oriënteert. De noodzaak van een klimaatfolie, dubbele functie. Leest u het later een keer helemaal terug, want het is een ontzettend belangrijk thema. Ik noem het hier, maar gezien de tijd die we nog hebben, kan ik het niet allemaal tot in detail uitleggen nu. Beschikbare materialen. Eigenlijk alle plaatmaterialen, glaswol, steenwol, piffolies, inblaasvlokken,
allemaal uitstekend geschikt om aan de binnenkant uw dak te isoleren. Met inachtneming van de goede folies. Beschikbare materialen buiten, bijna altijd perplaten. Dat kan zowel als ik een complete dakrenovatie heb op een hellend dak, complete dakrenovatie of extra isolatie op een plat dak. Een heel andere optie is, noem het even superfoil of R18 foil of R19 foil. Kunt die allemaal op googlen. Dat is een mix van een soort glasvezel, aluminiumfolie, laagjes, folieglasvezel, folieglasvezel, folieglasvezel of een andere vezel. En dat geeft ook een RD-waarde van 4,5 tot 5. Heel mooi materiaal, minder dik, komt het dak minder omhoog en werkt uitstekend, is eenvoudig aan te brengen. Dat waren dus eigenlijk de vier hoofdstukken, de gevel, het glas, het dak, de vloer. Ik heb nog twee onderwerpen die ik nog even moet behandelen. Natuurvriendelijk isoleren. Sinds kort mogen we niet zomaar meer onze spouw vol spuiten. We moeten aandacht hebben voor een aantal beschermde diersoorten. En dat is de vleermuis, de huismus, de koolmees, etc. Die soms in de spouwmuur een holletje hebben. Of net onder de dakranden een holletje hebben. En als we al willen isoleren, wat natuurlijk mag en ook eigenlijk moet, moeten we wel zorgen dat die beestjes geen stille dood sterven, maar dat we die eerst laten ontsnappen en daarna pas de boel vol spuiten en dat we zo mogelijk die ook nog alternatieve woonruimte geven. Dat heet natuurvriendelijk isoleren. En dat zijn een paar stappen. Eerst wat we noemen natuurvrij maken. Dat betekent zorgen dat als daar beestjes zitten, dat die naar buiten kunnen. Daar zijn speciale klepjes voor, dat ze wel naar buiten kunnen, niet meer naar binnen kunnen, et cetera. Isolatiefirma's kennen dat, die weten dat. Dit moeten zij doen. Dit is hun stap 1. En dan komen ze pas een paar weken later, komen ze de boel vol spuiten en dan gaan ze isoleren. En daarna moeten ze dat netjes melden bij een of andere, zeg, landelijke instantie die dat allemaal netjes bijhoudt. Dat is een heel draaiboek. Ik heb ook Waalderse isolatiebedrijven erover opgebeld. Ik zeg, kennen jullie dat? Weten jullie dit? Ja, wij kennen dat. We zijn gecertificeerd. We hebben die richtlijnen en wij volgen dit. Dus was het 3 jaar geleden nog mogelijk om gewoon iemand te bellen en die zegt, nou, en zij zeggen, ik heb over 2 of 3 weken tijd, ik kom bij u isoleren. Nou, dat is natuurlijk netjes gemeten, hebben de muur geïnspecteerd, et cetera, zoals ik het heb uitgelegd. Nu moeten zij wettelijk verplicht eerst komen kijken, daarna die stap 1 doen, dan de stap 2 doen, dan de stap 3. Ik zeg het even heel kort, het is iets wat gecompliceerder, maar in principe, u kunt gewoon doorgaan met uw muren laten isoleren, maar kies voor een isolatiebedrijf dat gecertificeerd is, dat natuurvriendelijk isoleert. Ander punt, had ik het al even over, hadden wolf, hennep, vlas, etc. Dat is biobased isoleren. Biobased isoleren is dus in wezen isoleren met materialen die biologisch gecreëerd zijn. Hennep, stro, vlas, cellulose, etc. Zelden, min of meer dezelfde RD-waarden, behalve per. U krijgt 5 euro per vierkante meter extra subsidie, maar er is nog een heel ander groot voordeel. En daar heeft ook bijna niemand het over. Als je het 1 keer weet en je gaat erop googlen, dan vind je die informatie. En dat heeft te maken met faseverschuiving. En dan kom ik weer bij massa terecht. En faseverschuiving betekent in wezen, enerzijds wil ik niet dat warmte er doorheen komt, maar warmte gaat er een keer doorheen. Dan gaat het er ook nog om hoe snel gaat warmte er doorheen. Als de zon stevig op mijn dak staat te branden en binnen 2 uur, en u merkt dat vooral zomers, binnen 2 uur is die warmte binnen op de zolder, dan is op het eind van de dag is die zolderkamer ook 25 of 27 graden warm. En eigenlijk wil je dat niet, zeker niet als dat kamers zijn die gebruikt worden. En faseverschuiving, daar bedoelen we eigenlijk mee, hoe lang houdt de isolatie de warmte buiten? En als ik dan kijk naar dit lijstje, dan is de grap dat we zien dat de biobased materialen,
de warmte veel langer buiten houden dan een pir of een pur. Die laten het in 1-2 uur, laten ze dat door. En biobased materialen, daar duurt het veel langer bij, eer die warmte daadwerkelijk binnen is. En als u 's nachts een raam openzet, tegen de tijd dat die warmte binnen is, is het een lange avond, u zet een raam open, warmte gaat weer weg en die kamer blijft dus koel. Dus biobased isoleren heeft naast een prima isolatie als grootste voordeel, eentje noemde ik al, het heeft massa, dus het houdt ook geluid tegen en daarbovenop duurt het veel langer eer de warmte doordringt tot in uw huis. Ook dat hadden ze eeuwen geleden al in de gaten. En nu kom je weer in landelijke gebieden, zie je weer dat mensen zeggen, ik laat ook mijn binnenmuren, ik ga de spouw niet vijspuren, ik laat de binnenmuur stucadoren met een klei stro of een klei hennepmengsel, 10 centimeter. Zeer fijn voor de vochthuishouding in huis. Het zijn nieuwe trends die langs er komen. Ga er verder op door, zoek erop, google erop. Zeer de moeite waard om je hier verder op te oriënteren. En hier zie je die faseverschuiving. Ik moet even zelf ook beter doen. Kalk, hennep, 18 uur faseverschuiving. Stro, 13 uur. Polystyreen, zo het XPS en de EMPS. Nog geen 2 uur faseverschuiving. Minerale wol, 4 uur faseverschuiving. Dus uiteindelijk wordt het toch veel sneller warm bij die bovenste materialen en die onderste materialen. Daarmee houdt het veel langer en eigenlijk de hele zomer koel in huis. Een heel belangrijk aspect rondom biobased isoleren. Afgezien daarvan is het ook heel interessant omdat mensen dus weer deze materialen gaan telen. In plaats van dat we fossiele brandstoffen nodig hebben om peer en peur en polystyreen te maken. Nog 2 slides. Welke subsidie krijg ik? In wezen kan ik alleen maar zeggen, ga naar de Rijkssite www.rvo.nl, subsidies, etc. Maar ik heb hier even de belangrijkste kengetallen in 1 tabel gezet. En dan ziet u dat het, neemt u maar 1 maatregel, krijgt u de euro's per vierkante meter, zoals ze in deze tabel staan. Maar het is eigenlijk heel zinvol om 2 maatregelen tegelijkertijd, nou laat ik zeggen, binnen 2 jaar te doen, want dan krijg je de dubbele subsidie. Het is dus een enorme stimulans dat als je aan het isoleren slaat, doen we dan eigenlijk meteen wat uitgebreider, want de vergoedingen zijn dan behoorlijk. Stel bij dakisolatie, je hebt 100 vierkante meter dak, dan kunt u dus tot €3.000 terugkrijgen. En dat zijn toch aardige getallen. Datzelfde geldt bij gevelisolatie. Dan praat ik echt over platen tegen de buitenkant van de gevel zetten. Spouwmuurisolatie is op zich ook een veel goedkopere isolatiemethode. Heeft u een geringere vergoeding. Kijk ook even naar HR dubbel plus en triple. Dan ziet u ook dat tripleglas is weliswaar qua vierkante meter aanzienlijk duurder, maar ook de subsidie is meer dan dubbel zo groot. We zijn al een uur aan het praten, dus ik wou het hier nu bij laten. Nee, nog 1 slide. En dat past natuurlijk bij het isoleren. Er komt een actie, die is niet specifiek van de gemeente Waalre, die is regionaal wordt die in gang gezet, een combinatie van 19 gemeenten. Ik mag hem hier al aankondigen, maar de gemeente start in juni met een grotere publicatie, een grotere, laat ik zeggen, bekendmakingscampagne om deze actie te starten, die over een aantal jaren loopt, waarbij op regionaal gebied 1 of meerdere, dat weet ik niet exact, grote isolatiefirma's geëngageerd zijn om via de gemeente ook in deze gemeente huizen te komen isoleren tegen zeer concurrerende prijzen. Hoe dat precies gaat lopen allemaal zal in juni verder bekendgemaakt worden. Maar dit wordt dus voor diegenen die zegt, ja, ik zat daar toch over na te denken, ik moet grote dingen gaan doen, ik wacht dat even af, het is aan u. Ik kan niet per definitie zeggen dat het altijd goedkoper is, maar het zou eigenlijk wel moeten, omdat het een aanbesteding is die gaat over miljoenen. Maar dit gaat er aankomen. Hou de schakel, Eindhoven's Dagblad,
in de gaten, want daar zal dat zeker bekend worden. Ik wil u ontzettend bedanken voor uw aandacht. Voor uw aandacht voor deze webinar, ook voor uw aandacht voor de vorige webinars. En uiteraard zullen er vast vragen zijn. Ik kan niet in een uurtje alles beantwoorden wat met isoleren te maken heeft. U hebt wel gemerkt, het is een enorm uitgebreid terrein. Ik ben ook regelmatig over een aantal slides heen gevlogen, waarvan ik zeg, ja, die moet u echt zelf nog even op uw gemak doorlezen. Dat komt allemaal op onze webpagina te staan. Dus daar kunt u al die informatie terugvinden. Daar vindt u ook hoe u lid kunt worden. Mocht u zeggen, nou, ik wil eigenlijk met die mensen gewoon een keer een gesprek bij mij thuis om te kijken wat ik kunt doen. En als u nog andere vragen hebt, kunt u ook een mailtje sturen naar ons mailadres. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid dit voorjaar. En dan hebben we nu nog even tijd om wat vragen te beantwoorden, mocht u die via de chatbox binnenkomen. En anders bespreek ik ze nog even met Willeke. Yes. Dankjewel, Jan. Wat een lang verhaal. Ja, het was een lang verhaal. Het was een lang verhaal, maar veel onderdelen. Het waren veel onderdelen en ik kwam er niet uit om te zeggen, ja, wat kan ik nou schrappen? Ja, duidelijk. Ja. Nee, helemaal goed. Ik heb weer een vragenlijstje klaar, dus we kunnen beginnen. Ja, van start. Stel, ik wil mijn huis gaan verbouwen en ik wil graag meer comfort in mijn woning. Ja. We hebben natuurlijk veel verschillende opties nu genoemd. Wat heeft het grootste effect? Nou, qua comfort zou ik zeker kijken, qua verwarming is vloerverwarming de meest comfortabele verwarming. Heel fijn, heel plezierig, heel constant. Dus daar zou ik altijd voor opteren. Zelfs als het mogelijk is, ook op de bovenverdieping. Ja. Stel dat je toch verbouwt of je bouwt nog een stukje aan of wat dan ook. Dan zeggen ze, ja, maar daar kan ik toch geen dikke betonplaat neerleggen. Nee, dat hoeft ook niet. Zelf gedaan bij mijn zoon. Mooie zwaluwstaartplaatjes. Hoeft er maar 6 centimeter beton op waar de vloerverwarming in ligt. We zijn ontzettend blij dat we dat nog gedaan hebben. Op die manier. Oké, goed. Dus als je een keuze dus moet dat, maken. Dus dat is vloerverwarming. Ja. Bij beglazing. Want dat merk je direct. Want je hebt gezien, kijk, een muur, laat ik zeggen, maar een matig geïsoleerde muur. RD-waarde van 3, 4, ja, een RC-waarde, als ik de hele muur kom, misschien aan 4. Maar glas, dan haal ik 1 à 2. Heel slecht glas, nog vele malen min. Dus dat blijven warmtelekken. Zelfs dan neem ik het beste glas. Dus daar het beste inzetten wat mogelijk is, dat merk je direct, want dan heb ik niet een koude hoek of een kouval, et cetera. Dus daar, ja, daar begin ik nu nog te neigen naar, als het kan, triple glas, als het niet kan, te ingewikkeld qua kozijnen of te duur, dan op zijn minst HR++. Zelfs als er al thermopane in zit. Dus jij zegt welke isolatiematerialen het meeste comfort in huis gaan bieden. Ja, de isolatieaspecten, ja, zeg maar. Ja. Aspecten, hè? Dus dat is niet zo. Ja, dus dat is het raam, vloerverwarming. Dat is dan in wezen de verwarmingsmethode. Mm-hmm. Kijk, ik verlies veel warmte door het dak, hebben we gezien. Ja. 30%. Maar dat voel ik niet meteen. Mm-hmm. Dus als je zegt wat raakt me het meeste in de beurs, dan is dat eigenlijk dak en muren. Maar als het puur om comfort gaat, dan is het de manier van verwarmen en je ramen. Okay. En ja, comfort is natuurlijk, als je al gaat isoleren en je hebt last van een drukke straat. Iemand die woonde langs de weg naar Valkenswaard, die heeft zelfs een derde buitenmuur neergezet. Een derde buitenmuur. Ja, ze hadden een spouwmuur, isolatie ertegen en nog een hele muur er tegenaan. Okay. Om het rustig te hebben in huis. Okay. Hebben zij toevallig ook biobased materialen gebruikt om het te isoleren? Nee, of dat toen niet? Nog niet. Dat was toen, dat was het toen nog niet? Ja, weet ik niet of het er niet was, maar nog niet bekend. Overwegend steenwol is toen gebruikt. Okay. Goed, nou heb je eigenlijk mijn tweede vraag ook al een beetje beantwoord. Want ik was dus ook benieuwd van hoe zit het dan als je naar de financiële kant kijkt van het verhaal. Van wat kun je dan het beste doen qua isoleren? Dan heb ik, ja, het hangt een beetje natuurlijk af van de staat van de spouw.
Maar ik heb de neiging om te zeggen, spouwmuurisolatie, ja, en dan kom ik ook weer bij glas uit. Oké, maar goed, dank je. En, ja, en dan hangt het ook van de complexiteit af. Is het simpel, heb ik een mooie grote kruipruimte, dan zeg ik, nou, kruip eronder en plak daar folies. En dat kun je dan eigenlijk ook nog wel zelf. En, nou goed, ik moet zeggen, we hebben natuurlijk redelijk wat ouderen in deze gemeente, maar die hebben misschien nog wel fitte zonen die dat kunnen. Nou ja, anders moet je of dochter, anders moet je laten doen. Kan natuurlijk ook, maar dat levert ook meteen en comfort op. En financieel. En financieel is dat ook niet zo vreselijk duur. Oké. Okay. Goed. In het begin van jouw presentatie heb jij een tabel laten zien over die biobased isolatiematerialen. Er zijn best wel veel verschillende soorten biobased materialen. Ja. Bol, hennep, nog wat andere. Zit daar ook nog een voorkeur in? In welk materiaal? Nou, daar moet ik eerlijk zijn. Mij ontbreekt de kennis om te zeggen, is wol nu beter dan katoen of cellulosevezels tegen houtvezels? Dan denk ik, als je in de slag gaat met een firma die gefocust is, dat is natuurlijk belangrijk, op biobased isoleren, die moet dat kunnen zeggen. Want ik denk dat daar met name een grote relatie ligt tussen, waar ga ik isoleren? Waar gebruik ik het voor? Kijk, als ik ergens platen tegen kan zetten, biobased, dan heb ik geperst hennep of vlas. Dat zijn hele mooie platen. Maar als ik iets moet inblazen, dan moet ik vlokken hebben. Dan is cellulose of wol waarschijnlijk weer beter. Dus ik denk dat het meer te maken heeft ook met de manier van isoleren, de manier van hoe ik iets kan aanbrengen. Dat kan met het ene materiaal gemakkelijker dan met het andere. Want ze zitten qua isolatiewaarde allemaal redelijk dicht bij elkaar. Okay. Heb jij ook enig idee of er heel groot verschil zit tussen de kosten? Van die biobased? Nee, durf ik niet zeggen. Okay. Ik was even benieuwd. Ja, nee, dat durf ik niet. Nee. Ja. Oké. Okay. Je hebt het ook gehad over HR++++. Ja. Ja, glas. En jij vertelde van als ik het nu opnieuw zou moeten doen, dan zou ik het in mijn huis laten installeren, maar niet op de draaiende delen. Omdat dat te zwaar wordt. Omdat het te zwaar wordt. Het wordt puur te zwaar. Ja. Kijk, ik heb gewoon twee uitslaande tuindeuren. Mm-hmm. Daar past triple gewoon niet in. Oké, dus dan zou je het kozijn moeten vervangen. Maar zelfs zo'n. Nee, dan had ik het hele kozijn moeten vervangen. En voordat je het weet, een beetje groot kozijn met een raamdeel en deurdelen, zit je toch gauw tussen de 7 en de 10.000 euro. Heb ik maar één stukje gedaan en dan zijn er nog 10 andere ramen te gaan. Dus ja, dat is dan. Zeker. Plus, het is ook niet comfortabel om die deur steeds open en dicht te doen. Dus twee kanten. Nee, dus dat, je ziet eigenlijk bijna altijd draaiende delen HR++. Ja. Dus en eigenlijk, wat ik ook vooral uit jouw verhalen haal, is dat eigenlijk voor elk huis wel een maatwerkaanpak nodig is. Omdat elk huis wel redelijk anders is. Ja, precies. Dus vandaar ook onze gesprekken aan huis en dan nog. Hè. Ja. Ik bedoel, wij zijn wel heel technisch nieuwsgierig en duiken dus in deze materie. Mm-hmm. Maar daarmee zijn we nog geen professional die een advies kan geven waar we op aangesproken mogen worden. Ja, helder. Dat is altijd een beetje tricky. Nog heel even terug over dat natuurvriendelijk isoleren. Daar heb je kort iets over verteld. Zou je dat nog even kort kunnen herhalen en wat kunnen verhelderen? Het ging wel redelijk snel voor mij, moet ik zeggen. Nou, laat ik het heel concreet maken. Er was, en ik heb het toevallig gezien, want ik kijk hooguit één keer in de week naar dat programma, nog niet eens. Mm-hmm. Dat is buiten. Hoe heet het nou? Binnenste buiten? Binnenste buiten, ja. En daar kwam dus een biologe die liet ons Amsterdam zien en de mussenpopulatie in Amsterdam. Mm-hmm. En dat is typisch zo'n geval van hoe waardevol het was dat er ook in zo'n stadse omgeving heel veel vogeltjes zijn. En waarom kunnen die daar nog steeds zijn? Omdat er allemaal plekken gecreëerd zijn, ook in nieuwbouw, waar ze dus met speciale stenen met nestkastjes erin, ingemetseld in de voegen, dat er dus ruimte is voor vogels om in zo'n stad te leven. En nu wonen wij niet in dit dorp in een ontzettend stadse omgeving, dus er is heel veel groen waar vogels ook kunnen leven, maar ze leven ook in en rondom onze huizen.
En je moet dus in ieder geval voorkomen dat als ik weet dat er in of rondom mijn huis, zeg in mijn huis, in mijn spouw of onder mijn dak zwaluwen zitten of mussen of meesjes of er zitten vleermuizen, die ook zeer belangrijk zijn in de hele ecostructuur, dat we die A, doden en B, als ze al uitvliegen, hun woonplek ontnemen. Dus dat is de essentie van natuurvriendelijk isoleren, dat we dus aandacht hebben voor de natuur en te zorgen dat als die beesten er zitten, dat we die eerst een veilig vertrek geven, liefst ook een alternatief. We zien al op steeds meer plaatsen in het dorp dat er vleermuizenkasten hangen, ja, zodat ze daar naartoe kunnen. En als ze een keer vertrokken zijn, dat we dan de boel isoleren. En dan zijn er nog twee opties. Ik isoleer alles of ik zorg dat er een klein stukje open blijft in de nok van mijn huis, zodat die vleermuis weer terug kan naar zijn vertrouwde plek. Dat is een keuze. Oké, dankjewel. Dan heb ik voor nu geen vragen meer. En ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze vier mooie webinars die jij hebt gegeven. Wanneer zijn jullie weer in het gemeente, hier in het Huis van Waalre, om een inloopmoment te organiseren? Moet ik even goed zeggen. Ik denk, nee, dus het zal deze vrijdag niet zijn, maar volgende week? Nee, want het was nu ook vakantie. We hebben het is nu uit. Dus ik dacht, ik zeg het even uit mijn hoofd, 16 mei, maar ergens daar omtrent is er weer een inloopmiddag. Oké. En dan zijn we twee van onze energiegidsen aanwezig. Oké. Mocht er nog vragen maar zijn. Maar los daarvan, zit u met een brandende vraag? Zit iemand met een brandende vraag? Mailadres is gegeven. Ja. Zo kreeg ik er gisteren ook weer eentje binnen. En daar kunnen we dan gewoon even op antwoorden. Helemaal goed. Brandende vragen mogen ge-e-maild worden. Mogen ge-e-maild worden. Binnenlopen kan altijd. Binnenlopen kan, lid worden kan altijd. Heel dat, goed. Dat drippelt ook gewoon binnen. We zijn ontzettend blij dat we de 100 gepasseerd zijn. Ja. Maar ik wil eigenlijk voor eind van het jaar toch ook de 200 wel weer voorbij zijn. Dat is een mooi Dus teken. Welkom. We gaan ervoor. Ja. Top. Dankjewel. Graag gedaan.